Het is Venray tegen Wittehorst, de derby op tweede paasdag, maandag 17 april. Voor beide teams natuurlijk een prestigestrijd. Venray gaat er volle bak in, zo zie je hier Danny Pelzer er vol in kletsen. De arbiter zit hier een overtreding in. Tiki-taka voetbal van Venray dan. Venray komt met de bal in de 16, maar dan is het vervolgens een verdediger van Wittehorst die aanvaller Tuatsidi vol tegen het gezicht knalt en hij gaat bijna knock-out. Een aanval van Wittehorst op de linkerzijde dan. Het is de aanvaller die Rick Egermeers uitspeelt. Het overzicht houdt en vervolgens is het Michiel Hansen die eigenlijk niet weet hoeveel tijd hij heeft en hij komt ze daar over. Dan zijn we bij de tweede helft aanbeland en gaat Venray gelijk op zoek naar de treffer. Jordi Jansen behaalt hier de achterlijn. Wittehorst kan echter wegwerken. Het is dan Ruben van der Waarde die de bal oppikt. Hij slalomt naar de midden. In het midden vindt hij Ahmed Shala en Shala omspeelt een aantal verdedigers van Wittehorst. Helaas prikt hij de bal naast. Een goede mogelijkheid voor Venray om direct te scoren. Voorzet van Sanders. Tom Sanders zit wel te verstaan. Schot van Bongers en een goede redding van Strumpen. De aanvaller van Wittehorst staat echter ook offside. Een foutje van Joy Koenen zoals we eigenlijk zelden zagen van hem deze middag. Danny Bongers zet goed door en zijn schot vliegt over de lat. Horst is wederom in de aanval. Danny Bongers heeft de bal. Hij trekt naar binnen. En zijn schot belandt gelukkig voor Venray op de paal. Een diepe bal vanuit achteruit. Ruben van der Waarde verliest de bal en Van Lijsdonk gaat ermee vandoor. Hij zoekt spits Rob Sanders en via de verdediging van Venray stuit op de bal in het doel. Stand 0-1 na 70 minuten voetballen. Gelijk na het doelpunt is hier Danny Pelzer met een energieke actie. De bal rolt hier voor de voeten van Jordi Jansen, maar deze had waarschijnlijk iets anders in gedachten toen hij de bal raakte. De ingevallen Ron Klus is op de rechterzijde stoomt op
En hij zoekt de spits, Touratsidis. Echter is het doelman Jos Witt die de bal kan oppikken. De aanvoerder van Horst, Frank Peters, gaat op de linkerzijde vol in actie. En hij omspeelt hier Egermeers en vervolgens ook Koenen. Hij denkt aan een hoekschop, maar krijgt hij niet van de arbiter. Vervolgens is het Jordi Strumpen die een klein tikje uitdeelt. De arbiter heeft dit gezien en rood voor Jordi Strumpen. Gelukkig heeft Van Rij al twee keer gewisseld, maar blijft dus een derde met ongelijkheid over. Dirk van Enkelvoort komt dus als reserve doelman in het veld. Invaller Stan Spee werkt hier de bal gelukkig niet nog in het doel. Anders zou het nog erger worden voor Van Rij. De stand blijft 0-1. Eindstand van deze wedstrijd. En Van Rij eindigt het duel dus met 10 man.